allemaal, goedemiddag. Even kijken op, ja, nu is hij aan. Ik ben Aafrand Korstius, ik schrijf elke dag een column in NRC Next op pagina 2. En die gaat over het leven in Nederland. Het gaat ook wel eens over andere dingen, over mijn eigen leven. Maar dat speelt zich ook in Nederland af, dus dat scheelt. En ik ga vandaag wat stukken voorlezen die redelijk typisch Nederlands zijn. En ik heb het idee dat er nog een paar mensen van de vorige lezing zijn. Hoeveel mensen zijn er bij de vorige lezing? Dit rijtje. Ze doen alsof ze er niet waren, want ze hopen dat ze dan meer kans maken om een boek te winnen. Want aan het eind is er eigenlijk het spannendste moment van deze middag. Ga ik deze doos de loodjes trekken. Dus je moet tot het eind van de lezing blijven zitten. Als je het boek wilt winnen. En ik ga even mijn laptop pakken. Ik heb mijn programma even wat aangepast voor de mensen op de eerste rij. Omdat ze anders alles twee keer moeten horen. En dan krijg ik weer een reacties en dan word ik onzeker. En zo op middag allemaal. Dus ik ga even wat recente stukjes en dan doe ik wat oud nieuws. Ook altijd leuk. En dit stukje gaat over de HEMA. Lijkt me een leuk Nederlands begin. Het heet Die blauwe streep ging tegen alles in wat esthetisch was. De afgelopen dagen heb ik een klein gedachte-experiment met mezelf gedaan. Ik heb geprobeerd om het logo van de blokker voor te stellen in een andere kleurstelling dan bruin-wit-oranje. Dit lukte mij niet. Blokker is, was en moet voor eeuwig bruin-wit-oranje zijn, bleek uit mijn gedachte-experiment. In een andere kleurstelling kan het woord blokker simpelweg niet gevat worden. Vind ik tenminste, als consument. Maar dat ik daar helemaal niets over te zeggen heb, bleek uit het feit dat de HEMA, zonder dat democratisch te overleggen met alle Nederlanders en Jan-Peter Balkenende, zomaar van logo is veranderd. In plaats van rode letters met een ferme blauwe streep eronder, schrijft men bij de HEMA nu HEMA met witte letters in een gekleurd vlak. En dat vlak is niet gewoon rood of desnoods blauw, maar het kan een kleur uit 13 verschillende kleuren zijn. Doe maar, HEMA, alsof het allemaal niets is, dacht ik. Maar ik ben een roepende in de woestijn. In Volkskrant Magazine las ik al meteen een discussie tussen allerlei stijlgoeroes die uitgebreid ingingen op de blauwe streep versus kleurvlak en die het roerend eens waren. Die blauwe streep kon echt niet meer. Die blauwe streep ging tegen alles in wat esthetisch was. Die straalde niets uit, die was achterhaald. Ja, die blauwe streep was eigenlijk ooit het werk van de duivel geweest.